We gingen niet eens met vakantie. Niet? Nee. Dat is saai, denk ik. Wat je natuurlijk toen ook gehad, een bord met krijtje. En ja. Dat heb je natuurlijk heel lang gehad. Dus eigenlijk is een krijtbord een soort digibord zonder internet. Nou ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Dat is ook oud. Dat is denk ik meer uit opa's tijd. Mm-hmm. Je had zondagskleren, schoolkleren en speelkleren, ja. Zeg maar. Wij thuis doen onze kleren 2 dagen aan en dan moet het in de was. Ja, ik droeg bijna misschien wel de hele week dezelfde kleren, jongen. En hier moet je echt de blokjes zo gaan vormen dat je dus op een gegeven moment ook deze puzzel krijgt. Ja. Het verbaast me wel eens, kinderen spelen heel veel binnen. Vroeger had je eigenlijk alleen maar de vriendjes van je wijk, zeg maar. En van die games heb je mensen van over de hele wereld. Dus het ligt er echt aan hoe je het bekijkt, zeg maar. Ja, dat is waar. Ja. Ik snap het wel, maar ook weer niet.